Goedemorgen heren, het is tijd voor de finale opdracht van Speed Credits. Zijn jullie er klaar voor? Nee, natuurlijk niet. Alles is mogelijk. Wat zou het zijn? Ik heb geen idee wat ik kan verwachten. Als het maar niet mezelf voor lul zetten is op straat of wat dan ook. Volgens mij sta ik er goed voor. Laten we ingaan. Yo, ik ben Nick. En ik ben Gio. Ik ben Vincent. En dit is Street Credits. Wij nemen het tegen elkaar op in de meest debiele opdrachten waarmee we Street Credits kunnen verdienen. De loser van de dag krijgt straf. Maar wie aan het einde van deze serie de minste Street Credits heeft, is pas echt de sjaak. Dan volgt de ultieme straf. Klaar voor? Let's go! Ik heb nog een kleine warme verrassing voor ze. Ik heb geen kogel. Man! Stop! 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 Niet schieten! Niet schieten! Auw! Oh, schiet je dan, lul! Ah. Stop! Rustig aan, rustig aan. Goedemorgen. Goedemorgen. Nick! Hey jongens, kijk! Hey! Een handdoek en ons rat. Oh. Ik gooi de handdoek in de ring. Jongens, de finale! Hey! Yes! Laat een like achter voor de finale, jongens. Maar laten we eerst even kijken naar de score tot nu toe. Wat is de tussenstand? Die is namelijk Vincent bovenaan met 11, gevolgd door Nick met 9 en onderaan bungelt Gio met 8. Maar jongens, we hebben natuurlijk 3 fantastische clips gemaakt van mij. Maar die punten zijn niet voor jou. Dat gaan we nu checken, ja. Streamen, maar goed, we hebben dus 3 clips gemaakt. We gaan even dubbele punten doen deze week. Hoezo? Dan maak het wat spannender. Oké, dan gaan we dubbele punten doen. Ja. Dus we gaan even kijken wat de views zijn. Ja. Hier. Hey, wacht eens even. Ik heb jou ingehaald, Vincent. Oh. Nee, helemaal niet. Dit is jouw videoclip van 70.000. Dit is jammer. Jammer. Hey, maar ik ben wel eerste, boys. Gefeliciteerd. Ik met heb 69.000, dus dan heeft 0 punten. Jij hebt 2 punten. En jij hebt gewonnen met bijna 60.000 views. Maar dan heb je 6 punten dan, erbij. Maar wacht. Ik wil eerst even een coole voice over nu voor mij, over wat precies de punten zijn. Ja, die wordt niet cool. Voice over. Oh, dat is niet cool. Doe maar. Gio staat opeens bovenaan met 14 punten, gevolgd door Vincent, staat op 13. En ik, ja, onderaan met 9 puntjes. Maar jongens, dat betekent dat ik dan sowieso verloren heb. Want als ik 3 punten erbij krijg, sta ik alsnog onderaan. Oh. Ja. Ik maak hem gewoon open, want waarschijnlijk heb ik toch al verloren. Nee hoor, Nick, je hebt nog niet verloren, staat hierop. Ja. Luister maar. Welkom bij het grote Street Credits finale spel. Die heet het grote Street Credits finale spel. Gio en Vincent, jullie dachten waarschijnlijk safe te zijn. Maar niets is meer waar. Alles kan nog gebeuren. Jullie krijgen 5 opdrachten. Win je een opdracht, dan draai je aan het puntenrad om te bepalen hoeveel punten je hiervoor krijgt. Je kunt op 0, 1 of 2 of de felbegeerde 100 punten knallen terechtkomen. Let the games begin! Oh, zelfs minpunten. Spannend, jongen. Leuk! Hey, ik leuk! Heb er zin in, yes! Maar wat zijn de opdrachten? Man, bejaardenjacht. Wie vindt de oudste persoon? Jullie krijgen allemaal 2. Ja! Jullie krijgen allemaal 2 minuten de tijd om een zo oud mogelijk persoon te vinden en mee terug te nemen naar dit plein. Wie de oudste persoon mee heeft genomen, wint. En de tijd gaat nu in. Nou! Oh, hij gaat echt gelijk in. Oh, nee! Huh? Serieus? Meneer, mag ik wat vragen? Hoe oud bent u, meneer? Als ik vragen mag. 81. 81? Dus je wou echt kantje. Ja. Nou, dan wat gezellig, meneer. Vincent heeft al iemand, die staat daar. Die is niet zo heel oud. Jongens, ik zie grijze haren verderop. Dit moet iets zijn. Maar dit is toch gewoon al voldoende? Ja. Oké, dankjewel meneer. U wilt niet meedoen? Jawel, hij heeft al meegedaan. Ik heb hem al hierheen gebracht. Je bent te laat. Ik moet een zo oud mogelijk persoon vinden. Nou, dat ben ik zeker niet. Oké. Meneer, mag het vragen? Hoe oud bent u? Er zat daar net een zwerver volgens mij, daar. In het zonnetje en die is nu daar gezet. Volgens mij is niet nu helemaal aan het aanspreken. Wilt u meedoen in een YouTube video van mij? Nou, zie hier. Een heel druk plein. Wilt u meedoen? Liever niet? Oké. Okay. Mag ik het vragen? Ik moet iemand meenemen naar een plek voor een video. Wilt u met mij mee of heeft u geen tijd? Ik ga naar huis. Het is echt letterlijk 2 minuten, dan heeft u mij de hele dag gered. Yes, dank u wel. Ik moet iemand op een fiets naar een plek daar toe helpen. Heeft u... Ja? Oké, okay, top. Ja. Volgens mij is de tijd om. De tijd is echt al lang Gio om. Gio is er niet, dus die heeft sowieso verloren. Bedankt voor uw tijd. Ja. We'll be right back.
Mijn kandidaat. Aanschouw. Maar de tijd is voorbij dus. De tijd is om. Is de tijd echt om? Ja. Hoe oud is je persoon? 66. Top, ouwe. Oh. Ja, jammer. Heb ik niet gewonnen? Nee. Ziet je wel iets ouder uit dan 60? Die van mij was 80. Echt? Nou, heel erg bedankt in ieder geval. Jammer. Hé, hey, maar waar zijn jullie kandidaten van mij dan? Was 60. Maar, en die heeft hier ook gestaan. Maar jij hebt niet je kandidaat hierna meegenomen, toch? Wel. Die heeft hier gestaan, op camera staat. Hij staat letterlijk, staat hier en zegt hij, nou dit is goed, oké, top. Nou, het mogen duidelijk zijn, die van jou was 80, ja. Dus jij hebt gewonnen. Draai maar aan het rad. Dankjewel, ik had wel echt geluk hoor, de eerste gelijk. Ja, ja, ja. Maar daar gaan we dan, hè? Min 1. Hey, wat zou het 100? Let op. Maar als hij op 100 komt, is hij echt klaar. Oh, nee, dat is niet Ik dacht echt dat er 100 zou komen. Oh, en terecht. Je had ook echt, ik had je ook geen punt gegund. Nee, ik bovenaan. Jeetje. Opdracht 2. Opdracht 2. Op dit moment mag je alleen shoppen op afspraak. Jullie hebben zo alle drie een afspraak bij een kledingzaak. En de vraag is, wie kan de meeste kledingstukken aantrekken in 5 minuten? Opschieten maar, anders mis je je afspraak nog. We zijn er. Au, au. Hallo. We gaan komen winkelen. Nou jongens, de tijd gaat nu in. En de kleding die je nu aan hebt, telt niet mee. Okay. Huh? Wat doe jij je schoen uit? Je zit veel te klein, man. Mijn zem. Ik moet hierheen. Dit is ook kinderkleding. Fuck. Yo, hoe ben je zo snel, Pink? Zie ik niet vet gespierd uit nu? Sorry, moet je jou serieus nemen? Ik heb oversized spullen nodig. Hey, die broek is wel goed. Ik trek broeken aan en je wordt gelijk. Hey, dat is een goed idee, dat ga ik ook doen. Kom die broek niet meer in. Zie je al? Doe maar lekker een bodywarmer aan, dat is heel slim. Nick, wil je een kop houden, slim? Ik ga zo meteen die 100 punten draaien, jongens, ik zweer het. Ik ben gewoon moe van het kleding aantrekken. Oh, schatje. Waarom doe ik altijd trui aan? Ik ben fucking dom, hè. Zo, echt, hè? Trui eruit doen. We weten wel dat vissen niet. Ja, ik kut. Ik geef denk op, man. Geef het op! Ja, omdat ik heb die trui aan. Fuck! Gio is wel een concurrent. Kut, ik kom er niet meer in. Ik zit helemaal vast. Ik wil wel met een chicken jacht eindigen. Ja! Wat een tijd! Nee, die zit niet meer aan! Maar dit is echt, wow! Nee, dit is echt een dikke jas. Ja, dikke jacka toch? Deze ga je uitdoen, want nee, deze, hey. Die zit niet aan! Nee. Uit! Die zit niet aan! Die telt niet. Nou, conclusie. Vincent heeft zo niet verloren, maar we gaan even tellen. Ik denk het wel. 1, 2, 3, 4, 5. Wacht, ben je nieuw bijna naakt? Heb ik echt heel weinig gedaan. 6, 7, 8. Ik ben klaar. Heb ik nou 8 kledingstukken aangehad? Ja, maar ik was... 8? Mijn cameraman is de stomste cameraman die er is. Zegt hij, doe een bodywarmer aan. Dus ik zo, oh ja, slim. Lekker ding. 9, 12. Ja, dit is mijn 13. 14. Nee, heb ik daar onder mijn eigen boek al? Ga maar even door. Nou, dit is 14. Dit is 15. Bro, hoeveel was jij? 17, 18, 9. En jij nog 2 boeken aan. 20, 21, huh? 22. Oh. 1 gewonnen! Ik ga 100 draaien, hè? Ja, Nick, gefeliciteerd. Dankjewel. Netjes. Goed gedaan. Goed gedaan. We gaan terug naar het rad. Let's go. Oh. Ruimschoots won ik. Heel goed. Dus we gaan draaien, zonder te 100. Kijken. 100! Oh. Nee, oprotten. Ja? Nee. Ah! Nee! Ja! Nee! Ja! Ja! Nee, dit kan niet! Nee! Door jou geblaasd kwam je op 100. Dat meen je niet! 100! Nee, dat gaat nu echt bijna om ons alleen. Nee, maar hoezo? Er zijn nog 3 opdrachten te spelen als je ook 100 draait. Ja, maar wie gaat er nou over 100 draaien? Nou, het is mij ook te geluk in één keer. Is er geen midden 100 ook weer of zo? Nee, hè? Oh my god. Het okay. Is tijd voor opdracht 3, we gaan door. Okay. Nou, ja. Zij gaan nog even door met Kudde. Ondertussen, we gaan door met opdracht 3. Jongens, ziet van mijn dag, ik ben wel blij. Ik heb nu al niet meer in. Ik ben 100. Nou, lees jij maar voor. Oké. Okay. Jullie leven loopt natuurlijk al op rolletjes. Maar nu is het tijd voor de rol van je leven. Hé, je moet acteren. De opdracht is heel simpel.
Rol van A naar B. Wie het eerste over de finish rolt, wint. 3, 2, 1, klaar. Rollen maar. We gaan het niet in deze kleren. We gaan het niet in deze kleren. Laten we, stop. Wacht. 3, 2, 1. Wow! Dat ging echt snel. Wow! Het is heel simpel. Van A naar B. Hartstikke idee. Wie als laatste aankomt, die verliest. En wie als eerste aankomt, mag draaien aan het rad. 3, 2, 1, go. Maar jij rolde niet! Dat was toch ook rollen? Oh joh, ik ben echt fucking duizelig. Wow, ik ben ook duizelig. Terug naar het rad. Tot bloedens aan toe! Maar Vincent, je hebt wel gewonnen. Ja, hey, ik mocht draaien toch voor jou? Ik heb nog niks gewonnen. Als je je ronde draait, hè? Ja, dan kan ik beter gewoon naar huis gaan straks. Nee. Oh! Ja! Nee! Lekker! Oh nee! Oh, wat ging hoeveel! Dit kan... Oh, ja! Nee, dat meen je niet. Ik mocht draaien van jou. Besef, als je op 100 had gedraaid, heb je jezelf eigenlijk gewoon genaaid. Holy shit. Yo, je kon niet beter draaien dan dit. Hey, dit is opdracht 4. Hier. Jullie zijn zo goed in dingen fixen, dat mag je nog één laatste keer bewijzen. Wie kan in 10 minuten het meeste eten verzamelen zonder geld? Waar je het vandaan haalt, maakt niet uit. Wie terugkomt met het volste tasje wint. Handschoenen aan en ga met die banaan. Doei. Doei. Eten, wat is handig. Mag ik wat vragen? Ik moet eten in mijn mandje hebben. Ik breng het zo terug. Ik reken het na de aflevering af. Dit is ook niet eerlijk. Nee, mag niet. Oké, sorry, dat mag wel niet. Doei. Wilt u misschien niet sponsoren aan mij? Top. Topper. Dankjewel, maat. Gaat ie nou? Gaat. Een appel? Iets? Doe jij een appel in, mandje? Kom op. Ja, vul hem er even wel een beetje. Want ja, wel een beetje vullen. Wat hebben jullie liggen? Wat ik misschien mag. Mag ik wat vragen? Ja. Heb je één bolletje voor mij in het bakje? Ja. Ja? Kijk. Nou, er wordt nu een broodje kaas voor mij gemaakt. En een broodje kaas kost maar liefst €2,30. Ja. Top, heel erg bedankt man. Super, dank je. Nou, dankjewel. Zes appels. Ja. Oh. Dankjewel. Doei doei, thanks. Willen jullie mij helpen door eten te verzamelen? Ja. Ja, succes. Ga maar vragen, tot zo. Oh, Gio loopt daar ook natuurlijk. Heeft u nog wat voedsel over? Oh, joh, dat heb ik wel voor jou. Ja? Ja, joh, dat heb ik wel voor jou. Zoveel mogelijk. Het gaat om kilo's. Hallo. Mag ik wat vragen? Hey, collega is net geweest, man. Ah, fuck. Nee. Gewoon als we een beetje over de datum zijn, dan maakt niet uit. Ja. Jezus. Dat, nou, jij wil kilo's. Nou, kijk, kilo's, hè. Zo, zal ik even een tasje doen? Ik heb geen geld, hè? Nee, ik ook niet. In die kast. Jezus, dankjewel, man. Nou, rennen. Doei. Kijk eens aan. Een call. Dankjewel. Nou, die weegt wel veel, dus je hebt het tenminste wat aan. Dit weegt zwaar, gast. God, wat is een man dat in zijn rug ingaat. Ja. Oh, zo, dankjewel. Super. We stelen gewoon, we pakken gewoon Gio's, man. Oh, nee, hey, dat mag niet. Wat gebeurt daar nou? Oprotten, Gio, oprotten. Hij pakt mijn spullen, kom op, pak hem. Ja, oké, ik ga wel meedoen. Pak hem jongens, pak hem! Ja, hier, pak de balloon! Dankjewel jongens, dankjewel. Mooi, dankjewel voor de hulp. Hey Nick, ja. Heb je dat voor mij? Je hebt toch al gewonnen. Oké, ik geef je één dingetje, oké? Nee. Ik ben kapot. Heb jij nog dingen die je al over de daad... Zo onsportief. Dit is best duur toch? Kattenvoer is altijd best duur. Volgens mij zitten zij het geld uit te rekenen van hoeveel het kost. Finn! Ja? Finn, het gaat om de kilo's. Het gaat niet om het geld. Wat? Ja, dankjewel man. Sek. Naar de winkel ook. Maakt niet uit, het moet zo zwaar mogelijk zijn. Nou, we moeten even wachten hier, want ze gaan ze even binnen wat halen. Ik merk nu al dat mijn mandje zwaar is van jou. Ja. Kilo is weer te laat. Ja, mag ik anders voor jou die 3 flesjes? Maar wat krijg ik daarvoor terug? Weet je hoe goede vriend ik al voor jou ben, al 3 jaar lang? Ga je het op mijn emoties spelen, serieus? Ja, gun je mij het niet. Je hebt Gio ook een vis gegeven, mag ik dan 2 flesjes? Ja, kijk eens. Top, dankjewel. Super gefixt. Nog meer? Nee joh. Fijn zaakje hebben gedaan. Ik heb je niet de vis meer aangeraakt. Oh, ik ruik het, ja. Oké, nu even voelen. Gast, heb je maar zo weinig sukkel. Dankjewel jongens. Ik ga even naar de samenplek. Thanks.
Gio, wat heb je allemaal uitgesproken? Je bent fucking laat. Ik heb 10 minuten. Ja. Je bent echt wel 10 minuten. Ik vind dat je 2 flessen eruit moet doen, maar dat is straf. Ja. Wedden dat ik dan alsnog meer heb? Dit is 8,2 kilo. Oké. Okay. Frans en Fatser heeft 5,3 kilo van Vincent. Okay. Gio heeft gewonnen. Hey! Ondanks dat Vincent nog Frans probeerde te spelen. Ja, hij probeerde nog de dingen te nakken bij mij. Ja, nee. Inderdaad. Nee, want dat mocht. Nou, ik heb oprecht een ijsje gekregen. Oh, waarom dan bij mij? Oh nee. Gadverdamme. Nee. Gio, jij mag draaien, man. Vin, draai maar. Oh, zo'n pik die vis. Nee, we zijn er niet uit. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Maar dankjewel voor de punt. Dankjewel voor de punt. Dankjewel voor het eitje. Gio krijgt 1 puntje erbij. Je kan bijna niet meer winnen. Wat dan? Nou ja, tenzij je de 100 gooit en de volgende opdracht wint. Want met 1 punt ga je niet winnen en met 2 kom je gelijk volgens mij. De laatste opdracht. Daar komt hij. Nou, zal de verliezer hem maar voorlezen dan? Nee, maar het enige hoe ik nog kan winnen is op 100. Oké, de allerlaatste opdracht. Wie van jullie is eigenlijk het slimst? Oh, nou, ik heb gewonnen, jongens. Ik heb niet eens voor het leven. Jij hebt niet eens school afgemaakt. Zet je schrap voor een schokkende quiz met random vragen. De quiz heet de Random Vragen Quiz. 5 inschattingsvragen. Elke vraag heeft 1 winnaar en die mag draaien aan het rad voor een punt. Makkie toch? Oh. Oh, je kan zien hoeveel punten scoren nog. Elke vraag heeft dus ook 2 verliezers. Die krijgen een stroomschok. Succes. Oh, nee. Nee, pak af met je stroom. Oké, nou, let's go. Ik voel een band. Dit schept een band. Jongens. Dave, ik vind het echt heel naar, dit ding. Oh, nee, doe maar op mijn onderarm. Oh. Vraag 1. Wat is de afstand in kilometer van Apeldoorn naar Timbuktu toe? Waar de fuck ligt Timbuktu? Ja, daar gaan we. 3, 2, 1, go. Wow, wij zitten dicht in de buurt. Ik heb 9000. 9000? Ja. Hij zit niet goed. Stop dan! Ik kreeg hem al! Oh, ik dacht het is heel dom. Wat dacht je dan? Ken je niet zoveel om Timbuktu op de camping in Frankrijk? Oké, daar gaan we. Hey, waarom... Ik krijg nog steeds schokjes. Nul. Want je had nog meer punten nodig. Oh, zielig. Volgende vraag. Hoeveel views heeft de best bekeken aflevering van Street Credits? Ik ga gokken. 3, 2, 1. Ik denk. Ja! Dave! Hij ging nog een keer af. Ze gaan nog een keer af vanzelf. Die van mij ging ook 2 keer af. Stagiair? Zit je echt in de buurt? Hoeveel punten krijg ik? Kom op. Geen min. Oh! Nee. Oh, nul. Nul. Volgende vraag. Hoe hoog is het hoogste gebouw ter wereld? Oké. 3, 2, 1. 872, 920. Oh! Ja, de Burj Khalifa toch? Ja, de Burj Khalifa. Ja, maar hoe hoog is die? Ja! Wat is dat? 800. Wat had jij? Stop. Hé, fucka, waarom mag ik niet een keer draaien? Omdat je gewoon dom bent. Ja, hoe moet ik dat nou weten, joh? Ja. Ik heb al gedraaid. 2 puntjes! Oh, 111 volgens mij. Vraag 4. Hoeveel insectensoorten bestaan er? Wat? Jezus. Ja. Nou, ik heb echt geen idee. Ik ook niet. Ik ga echt gokken. Oké. 3, 2, 1. Dit is sowieso te hoog. Ik krijg gewoon al die schokken. Stop nou! Ja, hij gaat nog een keer af. Fuck. Hij gaat nog een keer af vanzelf. Als jij nu 100 draait, hè, dan heb je echt... Nee. 1 puntje erbij voor Niek. Laatste vraag. Jij moet, om te winnen, moet je nu 100 draaien. En je moet het beste antwoord hebben, anders ben je de verliezer. Je mag hem zelf voorlezen, de vraag. Hoeveel volgers heeft de populairste Nederlander... Op YouTube. Instagram. Instagram. Ja, ik ben helemaal zenuwachtig. De Nederlandstalige. Het is echt lastig. Wat heb jij? Vincent. Oké. 3, 2, 1. Oh nee, dit is weer veel te hoog. 35 miljoen. Ik zit weer in het midden. Nee, alsjeblieft niet ik. Geen schok. Nee! Je bent de verliezer! Ben heeft verloren! Dave! Vincent, kom eens even hier. Je bent...
Finn, we hebben maanden gestreden tegen elkaar. En jij hebt gewoon verloren. Hoe voel jij je? Nee. Wat gaat erheen? Ja, ik weet het niet. Ik weet... Vincent is de verliezer van Street Challenge en krijgt de eindstraf. Maar dat zien jullie in de volgende video. En dit kun je verwachten. Je moet alleen even hier je handtekening zetten. Ja, eventjes. Je staat gewoon dat het je eigen schuld is. Ja. Als je doodgaat. Hier, zet even hier. Nee, hier. Tio, volgende week is de eindstraf. Abonneer even allemaal op het YouTube-kanaal van Seb, zodat je die video niet mist. Volgende week vrijdag 3 uur. Hier staat de straf op. Nee. Nee. Nee, heel serieus? Gaat het leven. Oh. Oh. Jongens, kijk volgende week. Dat moet je zien. Oh. Bro, je bent niet ready. Jij bent niet ready, man. Jij bent niet ready. Wat hebben jullie? Wat staat erop?